Bio-aardbeien zijn 100% aardbeien. Een goede aardbei, dat is eigenlijk het lekkerste fruit dat er is, vind ik. En dan nog best recht van de struik geplukt. Ik vind het belangrijk dat dat biologisch is, omdat ik ben daar ook mee opgegroeid en ik zou het niet anders willen. Ik vind het gewoon eerlijk ten opzichte van mezelf en ten opzichte van de anderen. Vruchtafwisseling is heel belangrijk in de biologische teelt voor de grond, omdat de grond moet gezien als een levend organisme waar heel veel verschillende wezentjes samenwerken eigenlijk. En de bedoeling is dat de grond vruchtbaar is, dat hem luchtig is, dat er genoeg leven in zit. En dat kun je beïnvloeden door het bewerken van de grond, maar ook door de manier van welk gewas op de grond staat. Een groot voordeel van het stro is dat de luchtvochtigheid lager wordt, zodanig dat we minder problemen hebben met schimmels. Want in de biologische teelt kunnen we nauwelijks bespuitingen doen tegen schimmels en tegen andere ziektes en insecten. Onkruidbeheersing is een heel zware taak en er zijn wel een aantal hulpmiddelen, zoals het bedekken van de grond met een organische soort plastic die dat dan daarna verteert. En anders is het schoffelen en wieden en op tijd met de hak het onkruid weghakken. Je moet zeker en vast een passie hebben om dat te doen. En, het is ook niet altijd makkelijk om het vol te houden. Maar het geeft wel veel voldoening als je mooie groenten en fruit kunt oogsten.